Nijmegen zet volgende stap richting het Schone Luchtakkoord. Ook wegwerkzaamheden worden nu zoveel mogelijk emissieloos uitgevoerd. Het is heel stil, weinig trillingen, dus dat zijn zeker wat voordelen ten opzichte van het conventionele materiaal. En verder in het nieuws vandaag. Hogeschool Arnhem Nijmegen brengt leerlingen bewustzijn bij rondom duurzaamheid. En er is een bijna jarig. Sinterklaas bereidt zich voor op pakjesavond. Aan de Gouwstraat in Nijmegen vinden wegwerkzaamheden plaats. Het bijzondere aan dit project is dat dit zoveel mogelijk emissievrij wordt gedaan. De gemeente wil zorgen voor een kleinere uitstoot en daarom wordt deze straat met elektrische apparatuur aangepakt. Werkzaamheden aan een straat in een woonwijk. Het klinkt misschien niet zo bijzonder, maar dat is het wel. Het gaat om een uniek project in Nijmegen, omdat er zoveel mogelijk emissievrij gewerkt wordt. Het zorgt voor minder vuile lucht en ook minder geluid. Niet alleen fijn voor de bewoners, maar ook voor de wegwerkers. Nou, het is vooral een stukje duurzaamheid. Hè? Dus dat je vooral emissieloos bezig bent. Je merkt ook aan de jongens, het is wel een beetje wennen, maar je merkt ook, ze zien ook heel veel voordelen. Het is heel stil, weinig trillingen. Dus dat zijn zeker wat voordelen ten opzichte van het conventionele materieel. Sowieso, hè. Nijmegen heeft het Schone Luchtakkoord getekend, dus we moeten gaan voor schone lucht in de stad. En in de straat, hè, je hoort zelf net bij de graafmachine, je hoort geen geluid en er is geen uitstoot. Dus ook voor de mannen die hier omheen werken, ja, die staan gewoon ook in schone lucht te werken. En dat scheelt enorm ook voor die mensen. De elektrische apparaten hebben veel voordelen, maar het kent ook wel een flinke uitdaging. De voertuigen opladen kan namelijk niet overal. Nou ja, nu kun je bij wijze van op iedere hoek van de straat zeg maar diesel tanken of benzine. Maar dat is natuurlijk met elektriciteit, zeker voor deze voertuigen, wat lastiger. Alleen dat hebben we nu zelf al goed geregeld bij een collegabedrijf om daar op te kunnen laden. En je ziet het steeds vaker ook bij bijvoorbeeld de grote tankstations dat je daar ook wat zwaardere stroomaansluitingen hebt. En dan redelijk snel kunt laden met ons materieel. De gemeente ziet wel een toekomst in het elektrisch werken. Ja, daar willen we sowieso naartoe. Het liefst gewoon overal. Want het is ook de overlast voor de bewoners is ook een stuk minder. Hè. Je hoort niet de hele dag de getril en de geram van die machines. Dus als de kans daar is, willen we de hele stad hiermee gaan werken. Overal elektrisch werken is nog niet aan de orde. Maar het is zeker niet onmogelijk. Ik denk dat het vooral wennen is. Dus ik zie niet zozeer een nadeel, maar het is wel wennen om met het materieel om te gaan. Ik bedoel, kijk, anders dan heb je binnen 5 minuten heb je je tank weer vol. En nu moet je er wel echt plannen en rekening houden met hoe ga je om met je logistiek gezien, even met je batterijen. Van je moet wel op tijd zorgen dat je weer zo vol zijn, dat je ze om kunt wisselen. Dus dat vraagt wel om een andere aanpak. Maar ja, in principe is het gewoon wennen en dan werkt het ook gewoon. Dit is net zo met elektrische auto's, elektrische vrachtwagens en zo. Het moet wel leverbaar zijn allemaal. Maar zoals dit bedrijf, die zet er al heel goed op in. Dus we gaan daar in de toekomst veel plezier aan beleven. Studenten in Nijmegen kunnen goedkoop en duurzaam een nieuwe outfit scoren op de Han Campus. De Han Green Office organiseert hier een thrift shop event om de jongeren kennis te laten maken met tweedehands kleding. Een pop-up thrift store op de Han Campus in Nijmegen. Studenten en medewerkers kunnen 2 dagen lang hun garderobe updaten met leuke tweedehands kleding. Voor maximaal 4 euro neem je een kledingstuk mee naar huis. Niet alleen fijn voor de portemonnee, maar ook nog eens duurzaam. Natuurlijk, we doen het als eerste om duurzaamheid in het daglicht te brengen op een leuke manier. Dat is natuurlijk wat wij voornamelijk willen. Op een informele manier studenten kennis te laten maken met de duurzame ontwikkeling. Maar eigenlijk kan je hier ook kleren kopen voor een hele degelijke prijs. Dus zeg, een broek is 2 euro, een t-shirt is 1 euro, een jasje is 3 euro. En al het geld dat we ophalen, dat brengen we naar het goede doel. Of dat wordt eigenlijk rechtstreeks gedoneerd aan het goede doel. En dat is schonekleren.nl. De kleding die te koop is, wordt door studenten zelf gedoneerd. Studenten die gaan eigenlijk thuis gewoon in een kledingkast kijken van hey, wat voor kleding draag ik eigenlijk niet meer. Want zoals jij waarschijnlijk ook weet, zijn er een hele hoop kleren waar je geen gebruik meer van maakt. Die kunnen ze dan inleveren, een paar weken lang. En vanuit daar gaan we eigenlijk alles sorteren, kijken welke kleding nog goed is. En die kunnen studenten dan weer shoppen. Tweedehands shoppen heeft veel voordelen, weten ook studenten Kate en Lisette.
Nou, ik vind het gewoon leuk dat je eigenlijk bijdraagt aan een duurzame wereld. Er zijn spullen die mensen al gebruikt hebben. Je kan het toch een tweede leven geven. Er hangt echt van alles en nog wat tussen, dus voor ieder wat wils eigenlijk. Ja, niet eens per se tweedehands shoppen, denk ik. Maar ook gewoon de kleding die je dan weer tot een eigen kledingstuk kan maken. Ik denk dat dat ook wel echt heel erg leuk is. Ook gewoon oude stukken die je misschien niet zelf zou dragen, gewoon omleven tot een nieuwe wereld. Op die manier hopen de studenten dat duurzaamheid wordt gezien als iets positiefs. We merken natuurlijk wel bij studenten dat er een stigma heerst. Vaak wordt duurzaam gezien of duurzaamheid gezien als minder. Dus je mag geen vlees meer eten of je moet per se met het OV komen of met de fiets komen of noem zo maar op. En wij willen eigenlijk op een informele leuke manier studenten kennis laten maken met wat duurzaamheid nog meer inhoudt. En voor een beetje inspiratie zijn een aantal paspoppen gestyled. Ja, we dachten we gaan een beetje voor een face look. En we hebben dat wat hulp gekregen van mensen hier die hier voor de poppen zijn. De wilde look. Ja, hij heeft ook een leren box aan. En het is een man, maar dat maakt niet uit. En een leuk tasje. Ja. Dat kan ook. Ja, zo geven mensen een beetje inspiratie die hier rondlopen voor de wilde look. Het cold case team van de politie Oost-Nederland heeft afgelopen maandag een 58-jarige man uit Heerlen aangehouden in een cold case zaak. Hij wordt ervan verdacht dat hij in januari 1994 een jonge vrouw in Nijmegen verkracht heeft. De vrouw was 's ochtends vroeg lopend op weg naar haar werk. Ze werd in Sassel-Dukenburg door een onbekende man vastgegrepen en uit het zicht verkrachtte de man haar. In deze zaak werden onder andere de destijds veiliggestelde sporen opnieuw onderzocht. Dit leidde tot een DNA-match met de aangehouden verdachte. Zijn DNA-profiel zat, vanwege het plegen van een ander strafbaar feit, sinds 2014 in de DNA-databank. Drie tieners zijn dinsdag veroordeeld voor een mislukte overval op een bakkerij in Groesbeek. Ze kregen taakstraffen en deels voorwaardelijke celstraffen. Twee 17-jarige jongens uit Arnhem en de gemeente Heumen gingen op 4 mei met een bivakmuts en gewapend met een mes naar de bakkerij. Daar waren vader en dochter aanwezig. De twee 17-jarige jongens krijgen jeugddetentie en respectievelijk 92 en 117 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk. Daarbij moeten zij een werkstraf uitvoeren van 160 en 150 uur. De 18-jarige jongen zat 179 dagen in voorarrest. De rechtbank legt hem een jeugddetentie op gelijk aan het voorarrest, met een voorwaardelijke werkstraf van 160 uur. De jongens moeten in totaal ongeveer €2900 schadevergoeding betalen aan de eigenaren van de bakkerij. De gemeenteraad van Overbetuwe heeft dinsdag besloten om burgemeester Patricia Hoijting-Rauwbos aan te bevelen voor herbenoeming. De raad waardeert haar daadkrachtige en toegankelijke leiderschap en ziet haar graag voor een nieuwe periode van 6 jaar aan het roer van de gemeente staan. Hoijting-Rauwbos werd op 18 april 2019 benoemd als burgemeester van Overbetuwe. Burgemeesters worden in Nederland voor een periode van 6 jaar benoemd, waarna een herbenoeming mogelijk is. De aanbeveling van de gemeenteraad wordt nu samen met een advies van de commissaris van de Koning van Gelderland naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd. Op voordracht van de minister kan de burgemeester vervolgens bij koninklijk besluit worden herbenoemd. Vanaf 1 januari voert de gemeente Overbetuwe toeristenbelasting en forensenbelasting in. De gemeenteraad stemde dinsdag in met deze nieuwe belastingmaatregelen, waarmee toeristen en eigenaren van tweede woningen bijdragen aan het onderhoud en de verbetering van lokale voorzieningen. De toeristenbelasting wordt geheven op mensen die tegen betaling in Overbetuwe overnachten, maar niet in de gemeente staan ingeschreven. Dit geldt voor verblijven in hotels, bed and breakfasts, campings of tijdelijke huurwoningen. Per 1 januari wordt de belasting €1 per persoon per nacht. Daarnaast wordt de forensenbelasting ingevoerd voor mensen die een tweede woning in Overbetuwe bezitten, maar in een andere gemeente wonen. Dit kan bijvoorbeeld een vakantiehuis zijn. In de Sint-Nicolaaskapel in het Nijmeegse Valkhof was er deze week een hele bijzondere gast. Zo verwelkomt Sinterklaas je daar met zijn pieten in de historische kapel. Omdat Sinterklaas morgen jarig is en vrijdag weer zal vertrekken, kunnen de kinderen vandaag nog een laatste keer met hem een praatje maken en op de foto. Sint en Piet zijn vandaag te vinden in het Sint-Nicolaaskapel in Nijmegen, waar ze alle kinderen verwelkomen. Dit is de laatste dag dat hij te vinden is in het kapel, omdat hij het op zijn verjaardag heel erg druk zal hebben. Ondanks dat Sinterklaas nog rustig aandoet met zijn been, neemt hij alle tijd voor de kinderen.
Het gaat met mij uitstekend. U hebt wel gezien dat ik in Spanje mijn been gebroken had. Ik mag ook van Piet niet meer wandelen zonder de staf. Daarom ziet u hem ook daar staan, hè? De staf. Hè? En verder gaat het weer uitstekend met mij. Morgen is mijn verjaardag, dan heb ik het heel erg druk. Ik moet langs een heleboel scholen gaan, want daar zijn een heleboel kinderen ook. Hè? En dan ga ik bij zo'n school langs, even van de ene school naar de andere school. Dan zwaaien we allemaal naar de kinderen en brengen daar cadeautjes en pepernoten en schuimpjes. En ook de, hoe heet je die kleine ook alweer, Piet? Hartjes. Hartjes, ja. Of de tumtummetjes, die zijn als eerste uit de zak. Maar als Sinterklaas het doorkrijgt, dan... Dat let ik wel altijd op, hoor. Want ze willen die tumtummetjes vaak zelf eten. Maar dat is ook voor de kinderen, Piet. Ja. Maar ze zijn zo lekker. Kinderen van heel Nijmegen en omstreken komen een bezoekje brengen aan de Goedheiligman. Zo kunnen ze nog één laatste keer hun verlanglijstje afgeven voor hij vertrekt. Wij waren benieuwd hoeveel kinderen er nou een cadeautje krijgen. En zijn ze allemaal een beetje lief geweest? Een beetje. De meeste kinderen zijn heel lief zelfs. Er zitten een paar ondeugenden bij, maar een beetje ondeugd hoort er ook bij. He, Piet was ook wel eens een ondeugd hoor, toen hij klein was. Toen het toch een klein Pietje was. Maar het is verder een hele goede Piet en ze zijn allemaal heel lief. We hebben een heleboel ingepakt op de grote stoomboot. Zoals jullie weten hadden we er zelfs niet genoeg, want Piet de Baas had gezegd, iedereen krijgt cadeautjes, maar dat kan natuurlijk niet. Het is echt ontelbaar inmiddels. Naast dat ze al die cadeautjes naar de juiste kinderen brengen, lukt het de Pieten altijd weer om ongezien weg te komen. Ja, en dan dacht je zeker dat ik die ging vertellen. Nee, want de Pietenspotters liggen op de loer. We gaan niks verklappen. Maar meestal gaan we het heel hard tegen de deur of tegen het raam. Dan lopen we heel hard weg, duiken achter de struik. Of we moeten wel oppassen voor de Pietenspotters. Want die willen ons altijd nog doen. Maar meestal zijn we weer helemaal onzichtbaar weg. Morgen zal Sinterklaas zijn verjaardag weer vieren, waar hij zich nu al heel erg op verheugt. Maar dat is niet het enige waar hij zich op voorbereidt. En dan s'avonds, ja, is het pakjesavond, hè? Dan moet ik bij een heleboel gezinnen langs. Ik kan ze echt niet allemaal langs gaan, maar dan hebben we de Pieten voor die dan de cadeautjes brengen. En als dat allemaal klaar is, dan gaat Sint even lekker uitrusten bij zijn open haard. En dan is het 6 december weer fijn terug naar Spanje. Morgen wordt het een bewolkte dag met af en toe wat regen. De ochtend begint fris met temperatuur rond de 6 graden, maar de regen arriveert later op de dag in de regio, vooral in de middag en avond. De wind is matig met kracht 3 tot 4 uit het zuidwesten. De maximum temperatuur ligt rond de 9 graden. In de avond kan het afkoelen tot ongeveer 4 graden. Vrijdag blijft het overwegend bewolkt met perioden van lichte regen. De temperatuur schommelt rond de 7 graden met een matige zuidwestenwind. In de middag neemt de kans op buien toe en in de avond kan het tijdelijk wat harder regenen. Zaterdag wordt een drogere dag met af en toe zon en slechts een enkele bui. De temperatuur ligt rond de 6 graden en de wind blijft matig. De ochtend is fris, maar het wordt overdag iets milder. Er is weinig kans op regen, maar de lucht blijft bewolkt. Dit was het RN7 Regio Nieuws van woensdag 4 december. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je de Sinterklaas-intocht van Zetten. Wij zijn er morgen weer, dus graag tot dan.